Ik ben Milada Zweet, ik studeer psychologie aan de Universiteit Leiden en ik heb het afgelopen half jaar de minor Interactive Environment gevolgd aan de TU Delft. Ik heb gekozen voor de minor omdat deze bij een andere universiteit was dan de Universiteit Leiden. Ik wilde heel graag meer afwisseling binnen mijn bachelor. En de minor was hiervoor gewoon de beste manier om dat te doen. Ik zou zeggen dat de meerwaarde van het volgen van een minor aan een andere universiteit dan die van jezelf is eigenlijk dat je krijgt zoveel verschillende soorten informatie tot je die je op je eigen universiteit niet krijgt. Ik denk dat het gewoon heel waardevol is als je mensen leert kennen die een andere opleiding doet dan jij en daarmee leert samenwerken. Dat is iets wat je vanuit je universiteit waar je studeert eigenlijk bijna niet krijgt. Je zit allemaal met mensen van je eigen studie, terwijl wat ik juist gedaan heb, heeft ervoor gezorgd dat ik mensen van over heel Nederland heb leren kennen die allemaal verschillende studies doen. Het grootste nadeel aan minor in Delft volgt ten opzichte van Leiden is dat je hebt geen goede overlap met je schema. Dus ik was nog niet klaar in Delft, maar mijn studie begon wel weer in Leiden. Ja, ik zou studenten echt aanraden om verder te kijken dan je eigen studie en gewoon eens te kijken bij andere studiefaculteiten. Inderdaad ook studeren in een andere stad. Het geeft je gewoon heel veel inzicht in jezelf, maar ook in wat andere mensen nou eigenlijk doen. En je leert jezelf kennen en dat is naar mijn idee altijd goed.